in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo-hoo. Everybody just have a good time. All right. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see ya shake that. Eens even kijken of we compleet zijn. Nou, als ik wil even vragen, kom even allemaal een stukje dichterbij. Kom even een stukje dichterbij, er staan nog een aantal mensen daar buiten het standgebied. Wat je hier ziet is een grote... grote stroom aan mensen die deze kant op komen, want dit is bijna het einde. Hier is namelijk ja, een heuveltje die op moet. Normaal gesproken niet zo heel moeilijk, maar het is een en al glibber hier. Oh hier, deze die kan er wel zo in één keer omhoog rennen. Dat gaat goed. Eentje aan de zijkant, die heeft haast. Lukt het? Toch even een stuk touw pakken, denk ik. Hoe gaat hij? Ja, gaat goed. Gaan we gewoon pakken. Ja, je verkijkt je er toch een beetje op, want je denkt, ik ren wel even naar boven, maar wij staan niet veilig aan de zijkant, maar het is niet heel gemakkelijk. Hoe gaat het? Goed. Hoeveel kilometer heb je gedaan? 12. De 12 en dan ja, bijna het einde. Het is hier de heuvel over, dan zijn ze er weer. Lekker koud biertje bij de finish. That's the spirit. Dames en heren, welkom. Deze editie van Mudmasters hier in Biddinghuizen. Afgelopen week zijn we al druk bezig geweest om iets heel moois voor jullie klaar te zetten. Maar liefst 26 hindernissen. En heel veel plezier gaan jullie zometeen ondergaan. Lekker in de modder. Jullie worden straks 10 meter ver het water ingelanceerd via de flyer belanden jullie 10 meter ver het water in. Jullie worden straks onder stroom gezet. Er gaat heel veel gebeuren. Er komt heel veel op jullie af. Eén ding wat voor ons heel belangrijk is, dat is niet de tijd, maar wel dat jullie elkaar gaan helpen en goed op elkaar gaan letten. Het parcours kan glad zijn omdat we weer heel veel modder voor jullie klaar hebben staan. Dus zorg alsjeblieft dat je alles met beleid doet als jullie zometeen de waterhindernissen afgaan, alsjeblieft niet head first. Als je niet kan zwemmen, sla alsjeblieft die hindernissen waar je het water in moet, sla die dan over. Als er mensen zijn met hartproblemen, pacemaker, epilepsie, sla dan de Sizzler Electroshock, sla die dan over. Dan word je even aan het einde van jullie avonturen, word je daar als laatste hindernis, word je daar nog even ondersteund. Je ziet heel veel sporters deze kant op komen, echt atleten, maar ze hebben ook allemaal eigenlijk een fanclub mee. Zoals deze jongeren hier. Je hebt een mooi spandoek gemaakt, zie ik. Voor wie is dat? Voor Jeroen, Dennis en Mark. En wie zijn dat? Jeroen is mijn Mark en Dennis en Mark zijn zijn vrienden. En jullie hebben speciaal voor hen dit spandoek gemaakt? Ja. Wat staat erop? Ik denk dat je even om moet draaien. Het staat nu verkeerd om. Kijk, Jeroen, Mark, Dennis, zet hem op. En je hebt het ook meegeholpen om dit te maken? En jij kent ze ook? Ja. En jij gaat ook nog een keertje meedoen aan de Mudmasters? Dat weet ik nog niet. Allemaal vies, hè? Ja. Aan deze kant blijf je mooi schoon. Succes met aanmoedigen. Het zag het lekker. Nee, probeer het ook een keer, zou ik zeggen. Nee. Hey, waarom nou deze kant?
stond blij. Kijk, als je lastig van je hart, pak je deze kant. Oh, dat is zo inderdaad. Dus, dit is een positief, maar er gaan wel heel veel doorheen, hè? Ja, oké. Okay. Waarom naar deze kant? Ja, fuck die stroom, man. Ik heb echt geen zin in. Echt geen zin. Ja, deze dame, waarom naar deze kant? En niet de stroom? Ik haat stroom. Nee, toch wel heel veel die de stroom niet aandurven. Hier wel. Au, au. Ja. Au, au, au. En? Was het lekker? Ja, ja. Nee, ik vind het niet lekker. Riemen kan het wel voelen. Riemen durft het wel. De cameraman. En, doet het pijn? Hoe is het? Fuck, dit doet pijn. Echt. Jezus. hoe vaak word je geraakt? Gewoon vijf keer. Pat. Achter elkaar door. Ja, ik vind het naar. Dit is eigenlijk net zo'n ding als dat valbord. Het is niet helemaal zonder sadistische gevoelens dit. Het is inderdaad au, au, au. Stoere mannen. Je hoort het ook echt tikken. Ja, je hoort het gewoon tikken. Lekker. Niet zo lekker. Niet zo lekker. Au, au, au. Het is niet lekker toch dit? Jawel, een beetje lekker. Jawel. Een beetje lekker. Hier hoor ik ook weer gegil van een grote man. Kom eventjes. Doet dit nou echt pijn of is dit een beetje... Nee. Een beetje aanstellerij eigenlijk. Nou, ik hoor wel gegil. Ja, het stelt niks voor. Nee, echt niet? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel ook zeggen, dat is mooi. Nee, dit is inderdaad een van de geniepige onderdelen waarvan je dus ook inderdaad ziet dat veel mensen de prettige versie nemen. I'm sexy and I know it. Okay, dames en heren. Ik ben heel even op zoek naar twee dames die zich heel sexy voelen. Wie zijn dat? Steek even je hand. Kom even gezellig hier staan. En ik ben op zoek naar één heer die zich heel sexy voelt. Wie is dat? Ik ben op zoek naar een man. Kom er even bij. Die voelt zich heel sexy. Kom even het podium op, alsjeblieft. Heel goed. Dames en heren, hier hebben wij maanden op getraind. Deze, jij gaat even in het midden staan, zoals we hadden afgesproken. Dames en heren, geef ze even een applaus, jawel. Oké, zijn jullie klaar om te gaan dansen? Oké, DJ Muziek! Yes, hey. Yeah, dit is een probleem remix van DJ Joh. Ja, leuk. Alle ballen we samen. Gaan ze weer de begaan schudden met die billen. Zak, 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 maar lekker door, door, door. Zak maar door, 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 door. Zak, 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 zak maar lekker door. Dat is toch best wel spannend, denk ik zo. Weet je wel. Oh shit, oké. Het gaat wel, hè? Wat zeg je? Gaat wel, toch? Zeker, zeker. Mag je tegelijk? Mogen we ook met z'n drieën? Oké. Nou, dat wordt dat. Okay. Wordt zometeen even hier naar boven getrokken. O jee. Kees, al kracht voor hebben. Klik, zegt het ding. Kunnen ze erop gaan staan op het einde. Veel plezier, hè? Lekker hoor. Dat is toch best wel hoog, hè, of niet? Ja, zeker. Oh, maar het wordt alleen maar leuk. Ja, wel leuk. Je hebt wel zin in. Ja, altijd. Altijd? Nou, veel plezier dan. Nou, komt goed. Waarom doe je niet mee, zou ik zeggen? Ja.
Oh, lekker nee. Even touw pakken, ja, trekken. 3, 2. Jullie ook nog eens. Ja, zeker. Ja, dat was leuk. Ja. Ja, genoten. Nu even helemaal relaxed. Ja, zeker denk, hè? Nu gewoon chillen. Ja, lekker man. Hey, dankjewel. Ja, heerlijk. We hebben weer een marathonloper. 42 kilometer, hè? 42 kilometer. Dames en heren, ik zie hier een groepje binnenkomen. Hey, 42 kilometer, man. Jonge familie, laat je even horen. Ja, hoe is dat, 42 kilometer? Ja, super vet. Dat is zo ongelooflijk zwaar. Heb je nergens spijt gehad? Ja, bij de 35 kilometer is er heel veel spijt. Ja? Wil je er ervoor? Ja, natuurlijk, jongen. Altijd. Doe je best, hè? Dan gaan wij met z'n allen tikkelen. Voor jullie tellen. Goed, hè? In het midden, dames en heren. Dan gaan we even tellen voor ze. Heel goed. Geef ze even de ruimte, geef ze even de ruimte. Geef ze even de ruimte. Oké, zijn jullie er klaar voor? En dan beginnen we bij... 100! Oké, 20 zullen we 20 doen. 20 is wel makkelijk, hè? Oké. 20, 19, 18, 17... 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geef ze een applaus! Dobber familie, en het feest kan weer beginnen! Hoe hoog is dit nou? Ik heb letterlijk geen idee, want ik was een invaller hier. Maar behoorlijk hoog dus? Rond de 10 meter, denk ik. Tussendoor even erop drukken, dan moet het wel geweldig zijn dit. Jazeker. En je telt ook keurig af, maar druk je ook af en toe een keer te snel? Ja, maar sommige mensen vinden wat iets anders fijn dan anderen. Keurig aftellen, 3, 2, 1, maar even gewoon tikken wanneer ze erop staan, of niet? Ja, soms ook. En af en toe lopen ze ook nog wel even terug, hè? Ja, ja, sommigen gaan ook twee keer. Het is best wel heftig dit namelijk. Jazeker. En tussendoor gaan ze gewoon nog steeds naar beneden. En als je naar beneden kijkt, gaat het al goed, hè? 2 duimen omhoog. Dat gaat goed. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I
I won't give it up. This is what we came here for. We came here for love. I know it's enough. This is what we came here for. En in stadserie Sierra zich melden in het stadvak. Ik herhaal, deelnemers die gaan starten in stadserie Sierra graag melden in het stadvak. Jullie moeten zometeen nog heel even wachten, want jullie worden zometeen nog gebriefd. We zijn hier echt 20 meter voor de finish. 20 meter voor de finish zijn we. En mensen die zijn blij natuurlijk, hè? Nog een klein stukje, Kijk ze gaan, Heerlijk, even kijken of ik iemand kan tegenhouden. Ja. Even kijken, deze man, nou ja. Is... Sommigen hebben gezegd, kijk, hier gaat het weer verder. We zijn nog niet klaar. Hij is wel klaar. Jij bent klaar, bijna klaar, hè? Bijna? Even één kort vraagje. Nog 20 meter. Ja, top. En dan? Klaar. En was het de moeite waard? Waarom moet jij weer? Echt waar? Voor jou? Ja, nog 20 meter hier. Kijk hier. Sommigen zien er echt uit. Dat ze, nou ja. Jullie zijn binnen. Gefeliciteerd. Met zit er ook voor jullie. Ja, kijk hier. Weer mannen. Ja. En ze vinden het allemaal leuk om je even aan te raken natuurlijk. Goed bezig! Goed bezig! 20 meter! Ah, kom op hè! Hoe gaat ie? Heerlijk. Ja. Nog niet zo vermoeid, ziet eruit hè? Lekker door zo? Gaat helemaal goed. Ik ga lekker door. Doe dat. Het zijn allemaal houten blokken die hier staan. Of eigenlijk een hele constructie. De ene gaat er onderdoor, de andere klimmen er overheen. En dat gaat heel gemakkelijk als je zo kijkt. Hoe gaat het? Prima. Voorzichtig, niet vallen. Beetje zwaar, maar. Blijf maar doorgaan. Ja, hier, het is toch een beetje verraderlijk, want overal komt natuurlijk een beetje modder op. Dus het is hartstikke glad. Kijk, vaker gedaan. Nee, dat niet. Maar het gaat goed zo. Ja, goed getraind thuis? Ja, een beetje. Wat heb je allemaal gedaan dan? Hard gelopen en een beetje armen trainen. En niet zelf gewoon thuis ergens de sloot in gesprongen? Nee, dat niet. Dat doe ik hier. Dit is ook mooi weer, hè? Ja, goed weer erbij, zeg. Het is best zo... Mag niet lagen. Hoeveel kilometer doe je?
12. En hoeveel heb je al gehad? Ik denk dat ik op de helft zit nou. Nog een stukje door dus. Ja, dankjewel. Succes. Yo. Laatste oproep voor deelnemers die gaan starten in de startserie Sierra. Graag melden in het startvak. Ik herhaal, de deelnemers die gaan starten in de startserie Sierra. Graag melden in het startvak. Jullie Mutmans avontuur gaat zo beginnen. Mutmasters, een hele goede middag. Hebben jullie er zin in? Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie zin om het modder te lijf te gaan? Zijn jullie voorbereid op wat komen gaat? Wie heeft er allemaal voor getraind? En wie heeft er niet voor getraind? Helden zijn jullie, helden. Dames en heren, wij hebben de afgelopen week zijn we heel druk geweest om iets heel moois voor jullie klaar te maken. Hoe gaat het? Ja, prima. Beetje modderig, hè? Nou, lekker toch? Daar gaat het er ook om. Hoeveel kilometer? Ik doe er 6, dus ik weet nog niet hoeveel ik moet doen. En we zitten hier al heerlijk in te... Ja, hoe noem je dit? Oh, heerlijk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Voor je gezicht. Dat zal het zeker zijn. En voor je hier naartoe bent gekomen, goed getraind? Ja, natuurlijk. Elke week met Meet the Marines, bootcamp. Dus dankjewel, Popeye, als je het ziet. En ja, we gaan... En ook nog lekker de sloot in gesprongen vooraf? Tuurlijk. Met de echte anaconda, hè. 5 man sterk. Dus wat dat betreft, ik ben goed getraind. Nou, maar, succes dan. Verder met de laatste loodjes. Ik ga lekker alleen verder. Hey, dankjewel, hè. Hey, succes. Hoi. En dan word je naar beneden. En of dat nog niet erg genoeg is, hebben we nog heel veel andere mooie hindernissen. En om het Mutmaster avontuur af te sluiten, komen jullie als laatste hindernis de Sizzler Electro Shock. Ja, ik hoor helemaal niks in mijn oortje, dus fijn! Dat is fijn. Ik sta hier nu weer bij de Sizzler aan de andere kant, waar ze nog erin moeten. En dan zie je gewoon de vertwijfeling. Maar ga ik het doen of ja, natuurlijk. Je gaat het sowieso doen. Ja, natuurlijk gaan we het doen. Ja hoor. Het is niet lekker dit. Ja, dat weet ik nog niet. Dat gaan we meemaken. Nee, ik hoor dus. Oh, dat zijn mietjes. Ja, dat denk ik ook. Gewoon knallen. Okay. Hup, erin wat water eroverheen. Dan prikt het extra zo bam bam. Gaan we doen. Nou, succes. Ja, je ziet hier toch de vertwijfeling. Even nog even hier achter ons. Zal ik laten zien dat er inderdaad toch echt wel vertwijfeling is. Wie mag er even terugdraaien? Oh, jij gaat in één keer erin. Jij gaat gewoon met een aanloop. Want je vindt het gewoon leuk dit. Ja, daar voel je er niks van. Als je maar door kan glijden. Let op, hè. Ja. Daar gaat ze, daar gaat ze. Nou ja, eventjes. Dan kan je geen aanloop nemen. Ja, even aanloop. Dat klopt hoor. Ja, gaat ze. Nou ja, ze is er wel doorheen, hè. Jullie moeten nog. En is dit... ja, dus. Zie je er tegenop, eerlijk? Ja, tuurlijk. Toch een beetje. Ja, waarom? Die kan ook daar, hè. Die kan ook. Sowieso niet. Dat kan sowieso niet. En helemaal niet als het gefilmd wordt. Dan moet je wel daar. Sowieso. Ben ik hem? Ja, oké, ga gewoon. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Gewoon benieuwd hoe dat dan is.